Yo, gasten van Oost Bloemendaal, mijn naam is Sarah. Leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Zoals je kan zien zitten we in de auto, want waar zijn we? Bij de IKEA. Oh, wie ben je eigenlijk? Ruben. Wauw. <Wow. laughs> En Ruben, kennen jullie van deze video? Maak jij hier? Super top hier, ouwe. Er zijn zoveel mensen hier, jongen. Het is zo druk. Nou, en de keuze... Maar nee, wacht, ik moet je een knop geven en dan is de video voorbij. Wacht, knop. Voor dank u wel. Ja, dat was toen wel een leuke tijd, toch? Ja. Ja, die de Comic-Con. Comic-Con was dat, ja. Ja. Wij zijn bij de IKEA, want vandaag ga ik het proberen om te fingerboarden in de IKEA. En vandaag gaan we natuurlijk, zoals eigenlijk als je naar de IKEA gaat, dat hoort sowieso, woordgraps maken. Dus we gaan kijken in hoeverre het kan. Het is natuurlijk wel coronatijd, dus we moeten waarschijnlijk een mondkapje dragen. Oh, wacht, we hebben wel een doel, want we moeten schoenenrekjes? Nee, schoenspanners moeten we halen en geurkaars. Schoenspannen en geurkaas, dus we zijn niet voor niks. Dus word maar niet boos dat we dit voor niets doen, behalve content. Dus dat is niet waar. Oké, oké. Gaan we maar naar binnen dan, hè? Laten we doen. Oké. We zijn binnen en je hoeft dus niet per se een mondkapje te dragen. Het is niet verplicht. Dat scheelt dus wel echt enorm. Maar we zijn even wat mooie huizen aan het bekijken. Mooi, kijk binnenin, gaan we even doen. Zo. Maar ja, wel leuk, hè? Wauw, wat een mooie lamp. Ja. Oké, nu is het dus het moment dat ik wel mijn fingerboardje moet gaan pakken en ook vol lawaai gaan maken. Want let op, als ik dan een trucje doe, dan hoor je gelijk. Je hoort het gelijk echt tering hard. Dus ja, we moeten even goede plekjes vinden, goede spots. En dan gaan we gewoon toffe kleine montages er tussendoor maken. Dus het is wel een klein beetje spannend. Maar ja, het ziet er wel leuk uit hier allemaal. Mooie dingen. Arend, ik vind je echt een hele goede vriend. Ja. Dat is een compliment. Godsamme. Oh, what the fuck. Oh, dit is wel een cool dingetje. Alright, we zijn dus nu rond aan het lopen en we zien allemaal wat leuke kamers. Plumsa. Fucking vet, die wil ik. Oh ja, dit is trouwens ook wel tof om even te laten zien. Ja man, Ruben, heb jij nog wat tofs gezien? Oh. Hé, hey, dit is gewoon half gek. Wacht, hier, film. Mensen die kijken ook echt. Ik ben echt ziek fan van jou. Oh, serieus, je maakt ook gewoon een woordgrapje tussendoor. Oké, deze kamer heeft aardig wat pluspunten. Maar ja, een kind hebben, die kent ze minder. Echt heel kut. Dit wordt echt alleen maar kutter. Het is trouwens vandaag echt super druk en het is echt best wel kut, want ja, mensen kijken me echt heel erg aan als ik aan het vingerboorden ben. Als je iets moet pakken van de boven die kastjes, ja? Dan kun je dit krukje gebruiken, maar doe dan wel voorzichtig. Oh, not the fuck. Yes, en hier heb je ook allemaal leuke dingetjes en zo. Zit vast! Gasten! Dus ja, dat is wel grappig. Ja? Ik heb hier op zich wel veel kastjes gezien, maar deze vind ik wel echt de beste. Really? Wow, die heb je echt ziek mooi geland. Oh, wacht, even andersom. Ah, geland. Wat geinig. Haha, skirt, wat nice. Als je nou nog even zo doorgaat, dan word je nog bekend. Fucking hell, dude. Maar bekend gaan we zeker worden, jongens. Let's go. Dag, dames en heren. Welkom bij deze meeting. Belangrijke... Die stoel gaat thuis. Belangrijke fingerboard meeting namelijk. Vandaag ga ik jullie namelijk een hele scala aan trucjes laten zien. We beginnen gewoon heel even met de topshockit, de kickflip, de treeflip en natuurlijk de... gewoon Olly. Oh. En natuurlijk de Impossible. Dit was de meeting. Dag. Dat is het. Dat zijn wel goede tricks, man. Dat zijn wel van goede kwaliteit. Dat is eigenlijk ook wel hoog klasse. Oh, Ruben.
Hou gewoon je mail, joh kind. Probeer je te vingerborden. Hartje! Ja, op zich wel vet tricks en zo, maar je kan ook wat meer variëren. Oh god. What are you doing, stepbro? Nee, kijk dan niet. Alright, we zijn inmiddels beneden, want dan kan je gewoon spulletjes gewoon kopen, zoals je kan zien. Waar eigenlijk nu beland? Welk gedeelte is dit, joh? Opbergmandjes. Opbergmandjes. Oh ja, dat is wel te zien, ja. Er zijn misschien niet heel erg veel clips gemaakt, dat we ook liever wat meer willen maken. Maar ja, het is best wel heel erg druk en nu met die coronatijd en zo, we proberen gewoon zo goed mogelijk afstand te houden van iedereen. En om dan gewoon zo'n meubel echt in beslag te nemen om een fingerboardfilmpjes van te maken. Er is nu nog niet helemaal de tijd ervoor. Dus waarschijnlijk als het eindelijk is voorbij is, gaan we gewoon nog een keer naar de IKEA. En dan gaan we echt alles kapot shredden. Maar voor nu is dit gewoon even wat het is. Ja, de woordgrapjes zijn ook al gemaakt. Als we nog wat leuks tegenkomen, dan gaan we er natuurlijk eventjes naartoe. Mocht je nog een Chena nodig hebben, super gaaf. Nou, in ieder geval is IKEA super bedankt dat we hier mogen zijn. Hey, en tussendoor, om af te sluiten. Ik vind... Veel van deze bakjes wel mooi. Deze zou ik niet nemen, want ja, die is lekker mooi. Kijk, deze. Oh, oké. Okay. Hey baby, you like what you see? Iedereen vergeet wel eens iets. Maar vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Ja. Zo, nou daar zijn we dan. Ja. Heb je hem? Je het aanpakken? Tuurlijk. Hoezo die al? Hey, kijk hoe laat het is. 4:20. Ik hoef jou een bonnetje niet. Zo, en we zitten weer in de auto. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. En ja, het was lekker een beetje random door de IKEA lopen. Wat heb jij uiteindelijk gekocht? Geurkaarsen, persik, vanille en appel. Als we jou mogen geloven, kerst. Dat is waar. Deen. Zonder deen moet ik niet thuiskomen. Oké. Okay. Muffins ook. Ja. En drie paar schoenspanners. Nice. Ik heb ook een vanille kaars gekocht. En eten. En dat was het eigenlijk. Dus we zijn ook wel echt met de reden er naartoe gegaan. Was dit de belangrijkste reden om per se naar de IKEA te gaan? Absoluut. Absoluut. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Thanks voor het kijken. En tot volgende week weer met een gloednieuwe video. Wat zeg ik altijd aan het einde van mijn video's? Vergeet niet te liken, subscriben en normaal te blijven doen. Je kijkt dus gewoon niet naar mijn video's. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later. You. Fuck you, dude. Je moet echt mijn video's gaan kijken, man. Sorry. Wat doe je nou? Dat gaat erin, hoor.